In het handbal was er een eerste D-Day voor Hubo Handbal en Seizoensbocholt, dat lijnrecht tegenover elkaar stond in de eerste finale in een best of three. Bocholt is de favoriet waar Hubo, mede door een stevige eindsprint in de play-off, zich wist te plaatsen voor de finale en daardoor als eerste in de eigen arena mocht aantreden, waar het Bocholt is dat een verschroeiende start neemt en kan uitlopen naar een 1 tegen 5. Dat is Bart Winters. De thuisploeg krabbelt stilaan terugrecht. We gaan naar een 4 tegen 5. De bezoekers kunnen dan de kloof terug op 3 brengen. Spelen 11 minuten met een 5 tegen 8. Het zit de thuisploeg dan ook niet mee, want wanneer ze een snelle tegenaanval opzetten, gaat de bal op de paal en gaat Bocholt er al even snel naar de overzijde vandoor. En zij scoren wel. 7-11, we spelen ondertussen dik 16 minuten. Toch kan ook de thuisploeg snel tegenprikken met de 8-11 van Heren. Dit kan en mag Bocholt niet laten gebeuren en zo bouwt het voor rust nog de kloof verder uit en mag het richting kleedkamer met een kloofje van 3 goals, 13-16. De thuisploeg mag dan nog wel de eerste van de tweede periode scoren, maar ook hier weet Bocholt de kloof terug op 4 goals te zetten via de Beulen met de 15 tegen 19. De thuisploeg geeft alles wat kan, maar de bezoekers weten de kloof op 3 of 4 goals te houden. Minuut 9 met de 18 tegen 21. Het begint nu wel echt te lopen bij de favoriet met onder andere de schitterende 2022. Met nog 10 minuten op de klok staat Bocholt 4 goals voor, 22-26. Het blijft echter een spektakelwedstrijd met snel handbal. Of wat dacht u van de 23-28 en 24-28? De thuisploeg is echter niet in staat om de kloof te verkleinen en zo staat Seizoensbocholt weer een stap dichter bij de volgende titel die een feit kan zijn wanneer ze nu zaterdag de winst in eigen huis nemen tegen ditzelfde Hubo Handbal. Een wedstrijd die u live kan volgen via Sportbeat. Hubo Handbal versus Seizoensbocholt met een eindscore van 26-31. Coach, ja, de eerste wedstrijd, toch een verliespartij. Ja, zeker. We hadden natuurlijk op meer gehoopt, maar ja, helaas niet gelukt vandaag. Het was heel de avond achter de feiten aanloop. Ja, we hadden ons voorgenomen om erg goed te beginnen. En, als je dan na 2 minuten eigenlijk al met 3-0 aan of achter staat, dan is dat gewoon eigenlijk best wel lastig. We moeten het eigenlijk andersom doen, dat je meteen met 3-0 voorkomt en dat je hun een beetje in de problemen brengt. En nu hebben we eigenlijk de hele avond er een beetje achteraan gelopen. Nu met de rug tegen de muur, 2 wedstrijden mogelijk in Bocholt, maar beginnen met die ene volgende week. Ja, we zijn natuurlijk nu nog een beetje teleurgesteld over het verloop van deze wedstrijd. En, we moeten zo snel mogelijk ons een beetje bij elkaar pakken en ons voorbereiden voor de wedstrijd van volgende week. Ik denk dat we eigenlijk controle hadden voor de wedstrijd, maar ze blijven tegenprikken, tegenaanval blijft komen. En dat deed ons daar toch wel pijn. Ik ben heel blij over de prestatie van onze jongens. Heel hard gewerkt weer, zeker in verdediging en het hoofd rustig houden. Ja, die verdediging die stond er wel vandaag, hè? Want het was telkens zoeken en zoeken voor Hubo, maar het gaatje vonden ze steeds niet. Ja, ik denk dat dat een van onze sterke punten hoort te zijn. Op het moment dat de dekking goed staat, is ook de keeper meestal achterin, heeft daar de steun. En dan hebben we de mogelijkheid om uit te lopen. 1 stap gezet nu, die titel die is in zicht, hè?
De eindstreep is in zicht, maar we zijn er nog niet. We hebben het voordeel, maar we gaan nog heel hard moeten knokken volgende week. Vandaag een vol huis hier in Hasselt. Ja. Lang geleden gezien dat er zoveel volk naar het handbal kan kijken. Ja, heel plezant, heel prettig. Dat betekent dat Hubo het heel goed gedaan heeft. Dat ze heel veel reclame gemaakt heeft en ze hebben toch ook wel een hele harde kern die altijd op de wedstrijden aanwezig is. Chapeau, is fijn. Dat is leuk voor het handbal uiteraard. Volgende week in Bocholt zal het ook wel volle bak zijn, denk ik. Ja, wij gaan vol huis hebben. We hebben ook hele trouwe supporters waar wij altijd steun aan hebben. Ook vandaag weer chapeau voor die mensen die tot hier gekomen zijn. En volgende week zal het zeker niet anders zijn. Moeilijke avond geweest? Ja, het was toch een pittige match, vond ik. We wisten dat we het hier zeker niet gemakkelijk zouden krijgen vandaag. Alverberg, ja, was veel volk. Je weet dat Hubo altijd wel een podige tegenstander is. Maar ik denk wel dat we de match wel volledig de ganse tijd onder controle hadden. Dus, Je start met een 1-5, dan is het al achtervolgen geblazen. Hè? En tegen dit Bocholt is dat een helse opdracht. Ja, we beginnen heel goed. En dat is eigenlijk zoals we de laatste weken altijd beginnen. Proberen meteen dat kloofje te slaan, dat de andere ploeg op achtervolgen. Dan proberen te zorgen dat ze wat meer fouten maken. Maar ik denk dat we vandaag niet echt in de problemen zijn gekomen. De hele tijd 4-5 doelpunten voorgestaan. Op het einde wel goed rustig gebleven. En dat siert de ploeg natuurlijk. Het loopt stilaan op zijn einde. Voor jou hoop je nu op een bellen? Op een bellen liever niet, want het lichaam kan wel wat rust gebruiken. En het is ook wel gewoon echt goed geweest. Het is een heel slopend seizoen geweest voor de meeste spelers. We hebben dan nog enkele spelers die met de nationale ploeg nog heel veel wedstrijden hebben gespeeld. Dus die jongens zijn ook wel echt toe aan rust. Dus ik hoop het volgende week met heel de ploeg samen af te maken voor een kolkende Damburg. Dus dat zou heel mooi zijn. Ja, het zou wat zijn, hè? De zoveelste titel. Ja, het zou heel mooi zijn, maar we hebben hem nog zeker niet. Dus iedereen spreekt nu van dat we die titel sowieso gaan pakken. Dat is niet. Dus we moeten zeker niet denken dat we die al beet hebben. Maar we moeten wel met de voetjes op de grond blijven en gewoon die match keihard aanpakken. Want ik denk dat Hubo zeker nog wel een plantje in huis had.